Welkom bij de blog van de Biosphere Project. Dit is de audioversie van de blogpost over dankbaarheid en verwondering, anesthesie en sterrenlicht. Dit is een tekst die ik oorspronkelijk op Facebook heb gepost. naar aanleiding van een ziekenhuisopname voor een operatie aan mijn knie. Het is ook een reflectie op onze overvloed en privileges. en de gebeurtenissen in de ziekenhuizen in Gaza. die erg aanwezig waren in mijn hart en hoofd toen, november 2023. En verder is het een klein verslag van mijn overpeinzingen. Tijdens mijn rust in een ziekenhuiskamer achteraf. Eergisteren was het dan zover. De lang verwachte ingreep, de operatie aan mijn rechterknie is volbracht. Het is allemaal opperbest verlopen en het was eigenlijk best een wonderlijke ervaring, die weer aanleiding gaf tot heel wat overpeinzingen en heel veel verwondering en dankbaarheid. Ik ben één keer voordien geopereerd onder volledige narcose, heel lang geleden als kind, toen ik een jaar of vijf was. Ik herinner me nog dat moment dat de artsen toen een masker op mijn gezicht plaatsten. In die dagen werd er nog een soort slaapgas gebruikt, geloof ik, en ik herinner me nog hoe ik toen de wereld voelde wegvallen. Meer dan vijftig jaar geleden, maar het is een heel levendige herinnering. Alleen al het feit dat ik sindsdien nooit meer ben opgenomen in een ziekenhuis, is al een reden tot dankbaarheid. En de ervaring begon al met verwondering: verwondering over wat voor luxe wij hier toch hebben. Het ziekenhuis was zo net en kraakhelder. Al het verplegend personeel was supervriendelijk en ze deden allemaal hun uiterste best om me op mijn gemak te stellen. Alles zag er spliks nieuw uit in die stralend witte ruimtes en overal was er high-tech apparatuur. De verpleegsters reden rond met futuristisch aandoende rolwagentjes, elk voorzien van state-of-the-art computer terminals en monitoren. Overal computers, breedbeeldschermen, complexe apparatuur waarvan ik de functie niet kon raden en verder. En dan die hele operatieervaring. Het worden gangen gereden worden in een bed dat er ook weer spliksplinternieuw en hypermodern uitzag, de operatiezaal binnengereden worden en overgezet worden naar de operatietafel onder die iconische grote operatielampen, met artsen en verplegend personeel die sensoren en katheters en infuusen plaatsten op verschillende plaatsen op mijn lichaam. Een prik in mijn rechterarm als de zonde voor de anesthesie wordt ingebracht en dan een stem die zegt over de narcose Nu zul je het wel gaan voelen. En dan inderdaad een fuzzy gevoel in mijn hoofd en dan niets meer. Het volgende moment wakker worden in een heel andere kamer met ander verplegend personeel rondom die me komen vragen hoe ik me voel. Prima zeg ik, want dat is ook zo. Het is interessant dat je nooit het moment meemaakt dat je inslaapt. Dat kan natuurlijk ook niet, want dan zou je nog niet in slaap zijn. In bed merken we dat minder op omdat we zo wegdommelen, maar zo'n aangekondigd inslapen in een helder verlichte ruimte, omgeven door mensen, dat is toch nog iets helemaal anders. Maar ook daar, je merkt niet wanneer je vertrekt, je merkt alleen wanneer je terugkomt. Wat mezelf ook wel verbaasde, zodra ik wakker werd, moest ik weer beginnen huilen. Omdat ik, zoals ik al had zien aankomen, zie mijn post op Facebook van de dag voor eergisteren, bijna meteen weer moest denken aan al die mensen, kinderen en volwassenen, die nu in Gaza geopereerd worden op vuile dekens op de grond, zonder elektriciteit, zonder proper water en zonder verdoving, in ziekenhuizen die elk moment kunnen gebombardeerd worden. Ik lag daar in mijn kraak in het ziekenhuisbed eergisteren, omringd door de beste zorgen, en de tranen schoten weer in mijn ogen als ik aan de kinderen en volwassenen in Gaza denk, en bij uitbreiding aan alle kinderen en volwassenen ter wereld die de onvoorstelbare ellende van oorlog en armoede moeten doorstaan. Ik werd naar mijn kamer gebracht voor verdere rust en observatie. En ook weer een kraakheldere kamer op de zesde verdieping met een mooi uitzicht op het zuiden, met de zon die traag doorheen de hemel trok, terwijl de ochtend en de namiddag verstreek. Ik had mijn lectuur bij, maar ik heb me de hele ochtend en middag overgegeven aan overpeinzingen allerhande. Dankbaarheid, hoe belangrijk is dat toch? Ik denk dat het een van de allerbelangrijkste dingen is in het leven: dankbaar zijn voor de geschenken die we krijgen elke dag opnieuw. En terwijl ik daar lag te peinzen, stelde ik me toch weer de vraag: hoe dankbaar zijn we nog voor wat we elke dag opnieuw ervaren aan luxe en materiële welvaart die we hier kennen? We nemen het toch zo gemakkelijk voor vanzelfsprekend aan. En we klagen zo snel als er iets hapert in die wereld van ons die zo voorzien is van alle mogelijke comfort. Zou het mogelijk zijn om dat allemaal niet voor vanzelfsprekend aan te nemen? Elke impuls die permanent is verdwijnt naar de achtergrond van ons bewustzijn. En daardoor is het zo moeilijk om onszelf in verwondering en dankbaarheid te blijven centreren. Wat we constant ervaren, wordt na een tijd niet meer waargenomen. Dat lukt veel beter bij het waarnemen van contrasten. Elk contrast doet ons elk van de polen van dat contrast veel helderder waarnemen. En daarom zou het misschien aangewezen zijn dat we in onze rijke landen nog veel meer geconfronteerd zouden worden met die contrasten. En meer in contact zouden komen met al die mensen die zoveel minder hebben. Dat zou een tegengif kunnen zijn voor onze verharding en ons cynisme en ons toenemend gebrek aan dankbaarheid. Een verblijf van enkele dagen in Gaza, Soedan of Jemen zou waarschijnlijk genoeg zijn om ieder van ons een leven lang dankbaarheid te laten voelen over wat wij kunnen ervaren en over wat ons bespaard blijft. En hoe gastvrij en gul kunnen we nog zijn? Kunnen we nog gemakkelijk delen uit die overvloed die ons te beurt is gevallen? Ik ken nogal wat mensen die gewoond of gewerkt hebben in landen waar mensen het met veel minder moeten stellen, maar waar gastvrijheid en onuitputtelijke gulheid de norm zijn. Dat getuigt nagenoeg iedereen die op zo'n plaatsen heeft mogen verblijven. Mensen die amper iets hebben, zullen dat wat ze hebben blijkbaar oneindig veel makkelijker delen met vreemden dan wij achten. Hoe ziet dat toch? Waarom leidt veel hebben tot hebberigheid en tot een gebrek aan vrijgevigheid en dankbaarheid? En hoe gaan we daarmee omgaan als de stroom klimaatvluchtelingen pas goed op gang komt? Vele miljoenen mensen gaan de komende decennia andere oorden moeten opzoeken vanwege de verhitting van de aarde. En hoe gaan de welvarende landen daarmee omgaan? Gaan we onze menselijkheid kunnen behouden of weervinden? Of gaan we alles op alles zetten om het onze te beschermen tegen die anderen? En gaan we Fort Europa nog versterken? Muren, prikkeldraad en uiteindelijk mijnenvelden en machinegeweren? of gaan we zien dat het behouden van wat we nu hebben aan materiële overvloed een illusie is, en dat altijd is geweest eigenlijk, omdat we de ware kost ervan nooit in rekening hebben gebracht. De kost aan uitgebreide levens, uh, uitgebuiten levens in het zuiden, de niet in rekening gebrachte kost van de schade aan de natuur en aan het levende weefsel van onze planeet. Allemaal overpeinzingen in mijn mooie kraaknette kamer, terwijl de zon van links naar rechts door de hemel schoof, Af en toe afgedekt door wolken, meer en meer naarmate de middag verstreek. Ik had het over bewustzijn daarnet en hoe elke stimulus die constant is met de tijd verdwijnt uit onze gewaarwording. Bewustzijn is een bijzonder iets dat zelf ook een van de dingen is waarvan we ons amper bewust zijn, omdat we nu eenmaal altijd dat bewustzijn ervaren als iets vanzelfsprekends. De stimulus is constant en we vergeten met de tijd dat die er is. De ervaring van bewustzijn is steeds aanwezig, maar niet onderzocht door onszelf, nog steeds onbegrepen en maar ten dele ervaren. Mensen die veel mediteren getuigen van het terug contact maken met het mysterie dat bewustzijn eigenlijk is, en van het opnieuw heel anders gaan ervaren van dat bewustzijn dan we gewoonlijk doen. Doorheen meditatie kunnen we terug thuiskomen in het enige thuis dat we echt kunnen ervaren: en dat is het zelf, het centrum van de ervaring Ik Ben. En die ervaring wordt steeds wonderlijker naarmate we er terug meer aandacht aan durven schenken. Want een mysterie is het, en ik moest daar ook weer aan denken doordat ik net volledige anesthesie had ervaren. Anesthesie is namelijk ook nog steeds wat mysterieus. De wetenschap weet wel dat het werkt, maar weet eigenlijk nog altijd niet precies hoe dat werkt. Ik ben alleszins blij dat het werkt. Maar het hoe is dus nog steeds een beetje mysterieus, net als wat er in de hersenen gebeurt tijdens algehele verdoving. Je zou denken dat de hersenactiviteit dan vermindert, maar het tegengestelde is waar. De hersenactiviteit schiet de hoogte in zodra de narcose in werking komt. Maar waarom? Niemand weet dat echt. Er is wel vooruitgang, maar er blijven veel vraagtekens omtrent dit bijzonder aangename aspect van de medische vooruitgang. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat een van de voornaamste onderzoekers naar de aard van het bewustzijn een anesthesist is, Stuart Hamroff van de Universiteit van Arizona. Als amateur wetenschapsfilosoof volg ik al vele jaren de recentste ontwikkelingen in de wetenschap van bewustzijn en de vele radicale nieuwe ideeën die daar opdoemen. Anesthesist Stuart Hameroff is een van de mensen die heel nieuwe ideeën naar voren schuift omtrent dat mysterie van ons bewustzijn, in samenwerking met andere wetenschappers, waaronder zwaargewichten als Nobelprijswinnaar Sir Roger Penrose en nog radicalere denkers zoals Dean Radin, hoofd van het Institute of Noetic Sciences. Wat veel van die nieuwe ideeën, die onderling ook nog wel grote verschillen vertonen, gemeen hebben, is dat ze bewustzijn beschouwen als een kwantumproces. eerder dan als een gevolg van louter elektrochemische reacties tussen neuronen. Bewustzijn als een aspect van de verschillende mogelijke staten van een kwantumonzekerheid, ook wel superpositie genoemd. Als dat Chinees in je oren klinkt, maak je geen zorgen. Dat deed het eerst en vaak nog voor mij ook. En kwantumfysica blijft een van de meest tegenintuitieve en onbegrijpelijke takken van de wetenschap. Als ik zou zeggen dat ik het allemaal begrijp, zou ik de waarheid geweld aan doen. Over die nieuwe theorieën omtrent de aard van ons bewustzijn zal ik het nog veel hebben in mijn blog en project dat niet voor niets als bijschrift heeft, Consciousness and the Living Planet. Omdat naar mijn mening, wel ook naar de mening van vele andere en grotere geesten dan ikzelf, heel veel van de problemen waar we tegenaan botsen, zowel individueel als collectief, te maken hebben met ons fout begrip van wat bewustzijn eigenlijk is. En wat voor relatie het fenomeen bewustzijn heeft tot wat we de materiële werkelijkheid noemen. Maar dat was dus ook alweer een van de dingen waar ik over mijmerde in mijn kraaknette ziekenhuiskamer terwijl de zon van links naar rechts schoof aan de hemel. En die zon gaf ook alweer aanleiding tot een volgende reeks overpijnzingen. Ik ben namelijk ook al een leven lang amateur-astrofysicus. en de inzichten die opdoemen in de nieuwste ontwikkelingen van astrofysica. zijn niet minder verbazend dan die in de wetenschap van bewustzijn. Daar had ik het een beetje over in de tekst. een selfie van de Aarde, die ik recent op mijn website heb gepost. Het is eigenlijk verbazend hoeveel mensen er zich amper van bewust zijn. dat onze zon een ster is als de andere, een van de 400 miljard in ons melkwegstelsel dat op haar beurt een van de naar schatting 2000 miljard melkwegstelsels in het zichtbare universum is, die elk gemiddeld evenveel sterren bevatten als ons melkwegstelsel. Het is een van de oefeningen die ik dagelijks doe om verwondering en dankbaarheid levend te houden, maar scherp van bewust zijn dat onze zon een ster is. En wat je kan doen om je daar scherper van bewust te worden, is bijvoorbeeld het woord zon, dat maar een label is, te vervangen door het woord ster. Ik lag daar dus in mijn ziekenhuiskamer, Terwijl de ster van links naar rechts schoof aan de hemel. Het sterrenlicht deed de kamer in een heldere gloed baden. Later in de namiddag werd het bewolkt en werd de ster aan het zicht ontrokken door de wolken. Toen mijn zoon Elias me kwam ophalen, stond de ster al laag aan de hemel. Of liever gezegd was het punt op de bol, die onze planeet is, het punt waar ik me bevond in mijn kamer, al een heel eind verder weggedraaid van onze ster. En toen mijn zoon me in een rolstoel door de gangen van het ziekenhuis reed, wat al meteen aanleiding was tot grappen en rollen, gaf dat ook weer aanleiding tot heel wat realisaties en overpeinzingen, maar ik zal het verslag hier nu bij laten. Ik mocht naar huis na een wonderlijke ervaring en ik voelde me dankbaar en verwonderd over zoveel dingen. Op naar de komende weken van rust en revalidatie en ongetwijfeld verdere mijmeringen. Het is een van de goede kanten aan tijdelijk immobiel zijn. Het geeft ruimte tot denken en voelen en gewaarworden. Ruimte die we onszelf niet zo gemakkelijk gunnen in onze race naar. ja, naar waar eigenlijk? Wordt vervolgd. Tot zover de audioversie van de blogpost over dankbaarheid en verwondering, anesthesie en sterrenlicht. Indien je genoten hebt van deze blogpost, vergeet dan niet je te abonneren op de blog van Biosphere Project via het contactformulier op de website. Je kan de Biosphere Project ook volgen op sociale media en je abonneren op het YouTube-kanaal van A Biosphere Project. Tot de volgende aflevering van de blog. Bedankt voor het luisteren. Het gaat jullie goed.